En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. Het WK voetbal staat weer voor de deur. Deze keer vindt het plaats in Qatar. U weet wel, dat land waar men de mensenrechten niet zo nauw neemt. Toch stuurt Nederland een vrij forse delegatie naar dit sportevenement toe. Wat vinden we daar eigenlijk van? Die mensenrechten die daar geschonden zijn, die vind ik zo erg. We gaan er niet naartoe. Maar... Je moet thuis blijven. We moeten gewoon thuis blijven. Naar Qatar? Ja, daar moeten wij naartoe om onze belangen te verdedigen. Dat ze gaan voetballen, dat vind ik niet zo erg. Blijf lekker thuis, blijf lekker thuis. En gaan ergens anders voetballen. Ik vind het een beetje hypocriet. Ik vraag me af of het geoorloofd is om principieel te zijn nu, op dit moment. Als je niet gaat, kun je niks zeggen. Nee, dat is waar. Zeg maar, wat is nou wijsheid? Wegblijven of gaan? Er spelen natuurlijk allerlei belangen mee. En dat begrijp ik wel, maar ik vind het toch, ik heb er toch heel veel moeite mee dat ze daar naartoe gaan. Nou, stel dat de koning zou gaan. Ja, dat maakt niet ik uit. Ik denk niet maakt dat voor gaat. Mij geen verschil. Die zou ik niet laten gaan. Ik hoop ook dat de koning er niet naartoe gaat. De koning is voorbeeld van Nederland. Het moet thuis blijven. Ja. De koning sieren als hij daar een statement in maakt. Er moeten zaken gedaan worden en dat is gewoon zo. Ja, dan aan het eind als ze een beetje prestatie geleverd hebben. Daar zou u dan voor kunnen zijn. Jawel.